Welkom bij de Origin Story of. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Zazoo. Een online platform met activiteiten aangeboden door lokale organisaties. Op zoek naar een hobby of een kamp? Surf naar zazoo.be Vandaag zijn we hier bij Sepp Smits. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? Alright, ik ben dus uh, zoals gezegd Sebbes Smit. Ik ben uh, een professioneel snowboarder vanuit België op de een of andere manier. Uh, land zonder bergen. Ik ben al tussen 31, kort deze zomer 32. Uh, en ik woon in Gent. Uh, van Westmal afkomstig origineel. Dat is denk ik een goede basis. Dus een goede basis om op verder te gaan? Je zegt het zelf, een snowboarder, een professionele snowboarder op een of andere manier. Mm -hmm. Wanneer is voor jou het snowboard verhaal ontstaan? Um, ja, een klein beetje achtergrond is dat ik samen met mijn ouders ieder jaar op wintersport ging. Eén um, of twee weken. En dan heb ik op mijn drie jaar heb ik leren skiën. Um, doorheen de jaren was dat dan zo'n oké, okay, cool ja. Ik was, ik was altijd iemand dat heel geïnteresseerd was in verschillende sporten uit te proberen. Ik heb basket, zwemmen, um, breakdance, um, turnen, tennis. Heb ik allemaal geprobeerd toen ik jong was. En doorheen de jaren kwamen er telkens meer en meer snowboarders op de piste. En dan was ik zo van, nou, oké, okay, misschien ook wel iets tof om een keer te proberen. En ik was eigenlijk echt meteen verkocht eraan. Dat was, uh, dat was zo de sport waarin ik gewoon voelde van, oké, okay, dit is echt iets waarin ik, waarin ik zo precies een drang had om, om bij te leren, dat meer te willen doen. Ik wilde, elke, ik wilde elke dag op mijn snowboard staan, ik vond dat zo plezant. Dus toen zijn mijn ouders gewoon op den duur naar de indoorpistes pistes beginnen gaan, hier in België, om mij daar af te zetten. Dat was, ze hadden wel een chance dat mijn broer en ik allebei heel graag snowboardden, dus dat ze niet... De broer ergens naar een voetbal- of basketbaltraining moest brengen en wij dan naar de andere kant van België voor te gaan snowboarden. Dus wij gingen wel gelukkig samen gaan snowboarden. Um, en dan gingen wij zo ja, in het begin twee keer per week naar de indoorpiste om daar te gaan, te gaan snowboarden. Eigenlijk. Um, en al den duur ja, begint dat goed te gaan. Dan plots ontdekte dat er ook freestyle is in het snowboarden. Dus dan was er plots een freestylepark um, aan de andere kant van de, van de indoorpiste. En daar dan beginnen springen, rails doen en zo. <laughs> um, en zo raak je daar zo wat in vertrokken. En dan, ja, dan merk je van, ah, er is een lokaal wedstrijdje dat we kunnen meedoen. Gewoon een lokaal wedstrijdje meedoen. Oké, okay, dat is goed gegaan. Zo, ja, een goed resultaat gehaald. En dan zo, ja, je wilt, Ik wou gewoon altijd meer en meer, precies. Dus zo, meer dingen bijleren. Um, dan kwam er ook zo het idee van, ah, misschien moeten we een keer in de bergen een wedstrijd meedoen. Dan weet ik nog, mijn, mijn eerste wedstrijd was in Innsbruck, uh, in Oostenrijk. Dat was de Nokia Snowpark Tour. En we gaan er direct op verder kloppen omdat ik ook een klein beetje. ...de leeftijdsevolutie wil weten. Op drie jaar skiën. Dat lijkt me, zeer. Dat lijkt me de minimumleeftijd ja. om op de skilatten te staan. Ja, je kunt zo misschien een kleintje een keer op twee jaar op een lat, op latten zetten, maar dan gaat er nog niet veel bochten in zitten. Nee, maar vanaf drie jaar, echt ja. op de jongste leeftijd, kennis gemaakt met skiën. Andere sporten in België blijven doen. Ja. Wanneer komt de snowboard? Toen of ik, dan? Uh, ik was negen toen ik voor het eerst heb gesnowboard. Um, en dan... Was toen ik 11 was, ben ik zo wat regelmatiger naar de Indoorpiste beginnen gaan. En dus dat na twee jaar, zo in de bergen, één of twee weken per jaar, um, was snowboarden daar. En dan op mijn 13, 12 of 13 heb ik dan mijn eerste buitenlandse wedstrijd meegedaan. In Innsbruck. In, Innsbruck, dus, okay. in dus eigenlijk ben je daar nog zeer jong. Ja, dus ik was, uh, dat was nog in een rookie categorie. Um, en op de een of andere manier ben ik daar tweede geworden en mijn broer derde. Um, dus dan was van oké okay, nice, dat is keihard gegaan. en dan was er blijkbaar een paar weekends daarna was er uh, nog een Nokia snowpark Tour in Garmisch in Duitsland um, die hebben we dan ook meegedaan en daar waren we eerste en tweede. en dan waren we zo van oeh nice, oké. Okay. en dan de volgende winter zo ja, bon, we kunnen misschien nog wat wedstrijdjes proberen mee te doen. en dan zo uh, ja eigenlijk Zet je gewoon telkens een stap verder en dan een grotere wedstrijd en dan nog een grotere wedstrijd. En zo is dat volledig uitgegroeid tot uh, professionele sport voor mij. Tot uh, eigenlijk mijn, mijn beroep. Uh, en dat ik het nu momenteel gewoon puur een uit de hand gelopen hobby noem. Je bent 13, je hebt al een paar wedstrijden dan hier in België gedaan op mm -hmm. indoorpistes. Um, hoe waren je ouders daar bij betrokken? Of hoe komt het moment dat je zegt tegen je ouders van. Hé, hey, we hebben online gezien dat er een wedstrijd is in Innsbruck. Mogen we gaan? Ik ga ervan uit dat het een familieuitstap is. Dat je als dertienjarige niet alleen gaat. Maar... Nee, dat, dat ging inderdaad niet. Mijn ouders die hebben er wel veel tijd, energie en ook wel geld in gestoken. Om, uh, om mij en mijn broer eigenlijk de kans te geven om, om in Snowden, uh, ja uit te blinken. En, en daarin uh, ja, vaak naar de innerpisten te gaan. Dat was, we woonden in Westmalle vroeger. Um, en de indoorpiste lag een in Peer. Dus dat was ja, bijna een uur rijden heen en een uur terug. Um, dus gelukkig hadden mijn ouders wel de mogelijkheid om dat te doen. En uh, hebben die daar ook al die, al die tijd en energie in gestoken. Maar te zagen gewoon ja, dat wij daar super gelukkig van werden. Dat wij daar uh, keihard plezant vonden. En ja, in plaats van dat ze ons naar een voetbaltraining of een basketbaltraining of zo moesten brengen. Maar zelfs naar een snowboardtraining. Het was dan ietsje verder weg. Maar dat zagen ze dan wel zitten om dat, er, om dat erbij te nemen. Waren het zelf vervente skiers, snowboarders? Um, ja, vervente skiers wel, maar nu niet om te zeggen dat ze zo, ja, ja, om de twee weekends naar de bergen trokken om dan, uh, om dan te gaan skiën om alles eruit te halen. Nee, ze gingen wel zo ja, twee of drie keer per jaar gingen ze naar de bergen om te gaan skiën. Um, dus Denk ik niet extreem als Belg zijn, maar ja, ze, waren wel, ze waren er wel aan verkocht. Aan, aan het ze waren wel verkocht. Maar ze kwamen niet uit het milieu. Het was, nee, soms, het is ja. niet dat ze echt ja, meerdere keren in het buitenland hadden gezeten, of seizoenen hadden gedaan in de bergen of zo. Dat totaal niet. Dus ik kan niet zeggen dat ik van een, van een wintersportfamilie kom of zo. Um, ja, ik ben de eerste in een volledige familie, van uh, onkels, tantes, grootouders of zo, dat, ja. dat er eigenlijk. Ja, mee is begonnen van, uh, van het snowboarden echt wel ja, volledig uit te bouwen en uh, daar heel veel mee bezig te zijn. En Daarnaast heb je ook een beetje een atypisch uh, verhaal als we kijken naar, uh, naar de sportwereld. Misschien ook omdat snowboarden en skiën zich in de bergen afspeelt. Je hebt blijkbaar wel nog heel veel andere sporten gedaan. Mm -hmm. Had je, had je voor alles een algemeen sporttalent? Of was het heel duidelijk dat het snowboarden dat je daar het liefst deed en ook dat je daar het meest talent voor had? Nee, dat was zeker niet dat ik, ik uitblonk in elke sport dat ik deed. Uh, bij basket was ik zeker niet degene die constant op het veld stond. Uh, zwemmen, ja, dat heb ik niet zo lang gedaan. Dat was ook niet per se echt crazy of zo dat ik daar super goed in was. Ik weet nog, turnen was wel zo. Dat was niet extreem genoeg voor mij. Dat was wat keurturnen als, als jong mannenke, zo wat, turnen. en Mijn ouders hadden dan voor ons thuis een trampoline gekocht, waar ik allemaal saltos op aan het doen was. En met de, met de turnles mochten we geen saltos doen. Also. Ja. Ja, nee, dat is niet leuk genoeg. Dus, er moest wel echt een extreme kant in zitten, een beetje in de sporten die ik deed. Um, maar ik voel wel zo nu tegenwoordig, ik ben ook begonnen met, met mountainbiken um, een paar jaar geleden. En dat is grappig, want sommige vrienden van mij die het er al langer mee bezig zijn, die noemen mij de spons. Omdat ik eigenlijk heel veel lichaamsbesef heb ontwikkeld door het snowboarden en door veel verschillende sporten uit te proberen. Dat als zij mij tips geven, dat ze zeggen van ja, jij implementeert die tricks gewoon echt meteen. Dat is zo, ik ben heel goed zo in dat visualiseren en het lichaamsbesef hebben van als ze zeggen, ja je moet, je moet die elleboog wat meer, wat meer open houden om dan ja, die fiets wat platter te leggen in een bocht de een bocht lukt mij dat om dat te doen. En zij zeggen van, oeh ja, dat is zo, voor ons is dat zo één op de tien keer of zo dat je er dan aan denkt om dat te doen. Terwijl bij mij kan ik dat heel snel implementeren in mijn, in mijn sporten en zo. Um, je doet die wedstrijdjes, je wordt één en twee in, in Duitsland. Kan je je voor de geest halen? Is er een moment geweest bij jou, een klik van, ik kan dit professioneel? Of is dat geleidelijk aangekomen en, en hoe is dat geleidelijk aangekomen? Nee, er zijn echt wel heel veel stappen geweest. Maar ik denk dat ik op mijn 17 heb beseft dat ik echt wel een carrière eruit zou kunnen maken eventueel. Uh, ik ben op mijn, op mijn 15 is er de topsportschool gekomen. Dus uh, voordien was er binnen het snowboarden bestond er eigenlijk geen topsporttak of zo binnen in België. En dan samen met enkele andere jonge gasten waarmee ik aan het opkomen was. Dus mijn broer, dan was er Christophe Reinders, Kevin Bronkaars en zo. Waren andere snowboarders in België. Waar we eigenlijk zo'n een, een echt groepje allemaal samen. Die, die heel veel bezig waren met snowboarden. Die, die ja, elkaar gewoon constant aan het pushen waren. aan het motiveren waren om nieuwe dingen bij te leren. En dan is er vanuit SneeuwSport Vlaanderen. Uh, is er dan eigenlijk de vraag geweest naar Sport Vlaanderen, de nationale sportorganisatie in België. Um, of dat er binnen het snowboarden geen topsportstatuut, topsporttak en zo, Dat er budgetten konden vrijgemaakt worden. Dus dan op mijn 15 ben ik dan is dat allemaal goedgekeurd geweest. Mm -hmm. um, dus vanaf dan is snowboarden zowel... Um, eigenlijk wat professioneler geworden in België. Dan kwam er ook... Dan zat ik op de topsportschool in Wilrijk. Dus dat betekent dat de leerkrachten effectief bezig zijn... Uh, ...met atleten, uh, topsporters te begeleiden om hun... Ja, zoveel mogelijk vrijheid te geven om in sport te beoefenen. En zeker in het snowboarden was dat super belangrijk. Er zaten ook tennissers, voetballers, um, judoka, badminton en zo. Maar die moeten niet per se altijd in de bergen zitten om te kunnen trainen. Bij ons was dat cruciaal dat wij veel konden reizen naar de bergen om, uh, om te kunnen trainen, om die wedstrijd te doen. Bij ons was het allemaal in de bergen te doen. Dus wij moesten vaak weg zijn van school en die leerkrachten in vergelijking met de scholen waar ik daarvoor zat, die, die hielden daar veel meer rekening mee. Die gaven ons stagepakketten mee, dat we in de bergen effectief niet te veel achterstand opliepen. We konden toetsen en zo, examens achteraf inhalen. Um, dus vanaf dan verliep het snowboard wel iets gemakkelijker en kon ik ook meer naar de bergen gaan om te beginnen trainen. En dan zoals ik zei, op mijn 17 heb ik eigenlijk een jaar gehad dat ik plots redelijk veel goede resultaten begon te halen op grote internationale wedstrijden. Het herinnert me dat ik Um, ja, een tweede plaats heb gehaald op een O'Neill Evolution, wat, uh, je hebt ja, verschillende niveaus binnen de wedstrijden vroeger, mm -hmm. en dat was een, een wedstrijd, wat het hoogste is dat je kunt halen. Um, daar ben ik op de een of andere manier plots tweede geworden dat jaar, wat uh, echt een crazy resultaat was. Ook op, uh, op nog een andere wedstrijd tweede geworden, uh, op een wereldbekerwedstrijd ook nog eens een tweede plaats gehaald. En dat was echt zo'n oef, mij dat, dat lukt hier wel goed. Ja, dit, dit, is, dit ja, is een Dus, stap dus ja, dan nou was ik zo van: oké, okay, ja, hier wil ik wel echt voor pushen. En dan heb ik eigenlijk nog eens een tweede stap gehad toen ik 19 was. Um, op mijn 19 ben ik op het wereldkampioenschap tweede geworden ook. Um, en dan dat jaar heb ik ook eigenlijk een van de meest prestigieuze wedstrijden. Um, dat heette Iron Style. En daar was mm. dan. Um, een rookie-challenge ook bij, en daar was ik dan voor uitgenodigd. Dat is eigenlijk voor opkomende talenten, die worden uitgenodigd. En als je die rookie-challenge wint, word je het volgende jaar automatisch uitgenodigd voor het grote event. En ik heb die toen gewonnen, um, wat dat echt crazy was. Uh, en dat heeft me echt al zo'n boost vooruitgegeven, ook op vlak van persoonlijke sponsors. Zo was dat ineens van oké, okay, ja, die, die waren er ineens volledig in mee in het verhaal. Dus dat gaf mij een extra boost om met mijn sponsors meer te kunnen doen, meer te reizen. Um, ook meer budgetten te krijgen vanuit sponsoring toe om, om nog verder te reizen. Um, zeker ook een tweede plaats op een wereldkampioenschap geeft u wel ineens heel veel, um, heel veel zelfvertrouwen. En ook wel qua, qua notoriteit in België en zo. Was er dan meteen iets meer aandacht ook voor het snowboarden vanuit Sport Vlaanderen. Um, dus dat was echt wel zo. De moment dat ik besefte: oké, okay, ja, hier wil ik nu even. Alles opzetten, want ik was toen eigenlijk eerst ook begonnen om een studie te combineren samen met snowboarden. Ja? Um, een universitaire studie nog. En, bon, uh, en, en wat ging je studeren? Um, ja, ik ben eigenlijk uh, industrieel ingenieur beginnen studeren. Uh, wat, uh, wat ik nu besef dat dat niet de juiste keuze was om dat te doen, omdat dat veel te moeilijk is om te combineren met, met topsport, zeker als sport erbij dat je constant in het buitenland zit. In de tijd leek me dat een goede keuze om dat. Ik was zoveel bezig met snowboarden dat ik geen enkel idee had van wat ik later in mijn ja. carrière wou doen. En zo'n industriële gegeur is dan de richting van, dat is, je kunt nog zoveel richtingen uitgaan ineens dat je het afgestudeerd. Plus mijn papa had dat gestudeerd, dus ik was zo van, ah ja. ah ja, als ik iets niet snap kan hij me helpen. Het <laughs> probleem is, mijn papa is piloot, dus die is ook veel weg, Ach, ja. en ik was veel weg, dus op ja, het moment dat ik thuis was, was de kans al klein dat hij ook thuis ging zijn. Dus uh, ja, veel hulp zat er dan ook niet meer in. En uh, dan heb ik dat eigenlijk één jaar geprobeerd, ik was voor twee vakken geslaagd en was van, ja, dit, uh, dit gaat hem niet worden. Maar dan had ik wel echt eigenlijk een doorbraakjaar gehad, tegelijkertijd ook dat jaar. En dan was ik zo, ja, nu ga ik even de keuze maken van studies aan de kant, aan de kant te schuiven en gewoon full focus op, op, uh, op het snowboarden zetten. En dan heb ik ook wel echt de call gemaakt van, oké, okay, ja, nu ga ik geen, geen uh, opofferingen maken, ik ga gewoon echt... Uh, Echt gewoon het hele jaar beginnen reizen. En dan was ik effectief dat je het jaar erop zes of zeven maanden in de bergen om te trainen en om wedstrijden te doen. Um, heb ik ook. Um, ik, had bijna het, ik heb bijna het record nog altijd, maar er heeft iemand mij verslagen van het meeste aantal wedstrijden te doen op een jaar. Ik heb er één jaar op één jaar tijd ooit 35 gedaan. Uh, en dan is er Finn, Ropen, Tonteri, die heeft uh, het jaar erop 37 gedaan. Uh, het is niet per se iets om trots op te zijn om er zoveel te doen, maar ik vond het wel grappig om. Uh, om achteraf te tellen van 35 wedstrijden. Ja. Hoeveel doe je er nu op een jaar? Uh, nu doe ik er een tiental ja, per jaar. Okay, uh, Even we... de verhouding. Uh, dus veel, veel comfortabeler. Uh, maar als je jong bent, ja, dan kom je er wel gemakkelijker mee weg. En ja. als je zo wat ouder begint te worden. Dan is het wel belangrijk om wat selectiever te zijn, wat meer bezig zijn met recuperatie, af en toe wat meer trainingen tussendoor inplannen en zo. Je had ook je, je doorbraakjaar, je besluit daar: ik stop met studeren, opnieuw naar de ouders die al in heel het verhaal enorm uh, supported zijn. Was dat dan ook een moeilijke beslissing? Heb je je daarvoor moeten verantwoorden thuis, als ik stop met studeren mm. en ik ga me full focus op mijn sportcarrière? Nee, op zich eigenlijk niet. Mijn ouders vonden het heel belangrijk dat ik mijn middelbaar wel had afgewerkt. Ja. Um, dat is ook wel mede dankzij die topsportschool dat dat, dat dat echt overlot is gelukt. Um, dus zij waren daar al heel tevreden mee dat ik dat volledig had kunnen afwerken. En ze weten ook van ja, universitair kunt dat je, je hele leven nog gaan doen als het nodig is. Maar ja, ze waren ook van: oké, okay, we, gaan, we gaan nu wel de keuze laten. En ja, het is ook niet dat ik mij moest verantwoorden. Ik nee, dat zij er ook wel volledig mee, mee achter stonden dat dat, uh, dat dat de juiste keuze op dat moment. Um, ik heb dat achteraf dan ook wel kunnen bewijzen. Twee jaar nadien ben ik dan. Uh, Effectief wereldkampioen geworden in, uh, toen ik 21 ja. was. En dat was dan weer zo een bevestiging: van oké, okay, de juiste keuze gemaakt. Er zit echt al toekomst in. Echt gewoon ja, blijven groeien eigenlijk doorheen die jaren. Um, ja. En het, het leven als topsporter, professionele snowboarder, leef um, je dan. Ik ga er niet van uit dat je leeft van een loon, maar leef je dan van sponsorships, prijzen, geld? Of, of waar leef je dan eigenlijk juist volledig van? Dat is wel een combinatie van al die dingen wat je net hebt opgezomd. Um, enerzijds hebben we ook vanuit Sport Vlaanderen dat er, uh, dat er dus tewerkstellingscontracten bestaan. Dus als je binnen de top 8 van de wereld um, zit. Dan is er bij Sport Vlaanderen de mogelijkheid om te werk gesteld te worden. Um, dus dan werk je eigenlijk als bediende als topsporter voor Sport Vlaanderen. En dan krijg je een, een maandloon uitbetaald. En klopt het dat dat maandloon gebaseerd is op het diploma die je hebt? Dat klopt inderdaad dat dat daarop gebaseerd is. Um, wat voor mij was, dat ja, mijn snowboarden was dat, wel, was dat wel mooi meegenomen. Ik had, daarnaast had ik uiteraard inderdaad ook nog mijn persoonlijke sponsors. Um, ik heb Red Bull, um, waar ik nu al, um, moet ik even nadenken. Ik denk uh, een goede 12, 13 jaar um, als partner heb waarmee ik samenwerk. Um, dus van hen kreeg ik dan ook budgetten om te reizen um, en ook een deel salaris. Um, dus eigenlijk kon ik samen met ja, zowel de budgetten dat ik kreeg van Sport Vlaanderen, mijn salaris daar en de sponsorcontracten, kon ik eigenlijk wel goed rondkomen. En dan had ik. Als ik goede resultaten had op wedstrijden, kon ik dat, dat prijsgeld ook nog een beetje wel gebruiken als spaarcentje. Dat ik wat, wat geld kon, uh... ik kon sparen doorheen de jaren met snowboarden. Um, voor ja, een bepaald moment, eventueel. Wie weet wanneer dat mijn topsportcarrière ten, ten einde komt. Dat ik, uh, dat ik toch even een beetje een reserve heb om op terug te vallen. Als ik niet binnen de maand direct uh, andere, andere werk vind. Dus dat is wel, dat is wel handig om, om dat eigenlijk. Zorg worden behoort zeker niet tot de sport waarvan je echt rijk gaat worden. Maar het is ook geen sport waarbij dat er echt geen budget is. Er, zijn, ja, er, is, er is, het is serieus gegroeid. De aandacht in België is ook echt keihard gegroeid. Dat merkte ik. Dat is ook wel serieus gegroeid sinds dat ik toen uh, die eerste titel als wereldkampioen heb gehad. Nou, was het... is, is de aandacht niet juist een beetje gegroeid dankzij jou? Ik denk inderdaad. Het is moeilijk om voor mij altijd zo die dingen uit te spreken. Maar zo, ja, het, is, het is inderdaad dankzij. Dankzij mij dat ik zo wat resultaten heb gehad dat de media ineens zoiets heeft van Oeh, snowboarden, oké. Okay. We hebben een Belg dat, dat wereldkampioen wordt in een sport waar we nooit iets over schrijven. Misschien is het de moeite om daar, uh, om daar ook een keer wat aandacht aan te geven. En ik merkte wel dat ik ben dan in 2017 een tweede keer wereldkampioen geworden. En in 2011 was ik, ik, was ook nog jong, dat was iets van oeh, cool, ja, een wedstrijd gewonnen. Ik besefte precies zo niet helemaal dat dat een wereldkampioenschap was. Um, maar de media-aandacht dat erbij kwam nadien was ineens van: wow, wat is deze allemaal? Echt zo, ja, overal, alle kranten, tv-programma's en zo, dat mij begonnen bellen, de contacteren. Van: ja, kunt je, kunt je komen voor, uh, voor een tv-show en zo? We zijn ja, maar ik zit in de bergen, ik kan er helemaal ja, niet afkomen. Dat dus, dus dat vervind. ging allemaal niet. Ik um, kon dan wel keihard interviews doen. In een tijd heeft dat mij echt, dat uh, was rust wat gekost. Omdat toen roamingkosten waren, toen nog, <laughs> nog uh, volle pot betalen. Dus uh, dat was niet echt, ja, ik heb superveel telefoontjes moeten beantwoorden. Um, dus dat was wel cool dat ik die aandacht voelde groeien. En dan in 2017 heeft dat wel een heel ander effect op, heeft dat een ander effect op mij gehad. Ook enerzijds, omdat ik was zes jaar ouder 27 uh, toen al. Ja, dus ja, op dat moment heb je ineens zoiets van: wow, eigenlijk ja, om zes, na zes jaar nog eens wereldkampioen te worden. Ja, ik heb eigenlijk wel echt een mooie carrière dat ik op deze manier heb opgebouwd. Dat ik een, een langdurige carrière heb. En ik wist ook van: de eerste keer. Was het omdat we vanuit de federatie een persbericht hadden uitgestuurd naar de media: van Hey, we hebben een wereldkampioen in België. Dat de, dat de media ineens was van: wow, cool, een wereldkampioen ah, respect, in Snowden. Dat is En wie is die persoon? Ja. Maar dan in 2017, dan was de media het zelf al aan het volgen. Want die wisten: van Ah ja, het is het wereldkampioenschap deze week. Dus we gaan dat volgen. En ja, dat was echt, voordat de prijsuitreiking nog maar gedaan was, had ik al een paar gemiste oproepen. Ja. Dus dan wist ik wel van oké, okay, dit gaat voor mijn carrière wel echt iets serieus betekenen. Ja, uh, en ook een dubbele wereldkampioen, dan maakt het niet dat een wereldtitel een toevalstreffer kan zijn, ja. maar een dubbele wereldkampioen, dan, dat geeft toch echt een laag. een periode van zes, zes jaar, jaar. tijd ja. is ook zo van, oké okay, ja, ik heb gedurende die zes jaar eigenlijk ook wel constant wat resultaten behaald. Uh, dus dat ik eigenlijk gedurende al die jaren eigenlijk met de wereldtop heb kunnen meedraaien. Is wel, een, is wel echt een tof gevoel om te hebben nadien. Ondertussen ben je 31. Je zei dat je in de zomer 32 wordt. Nee. Ik kan er dan een beetje van uit dat je in het uh, snowboardwereld al bij de oudere harde. Wordt. Ze noemen mij al veteraan. Dat zou ik niet durven zeggen. <laughs> nee, uh, ik ben de enige in de 30 in snowboarden. Is het echt? Ja, um, ik ben echt al officieel de oudste in het wedstrijdcircuit. Um, aan de wedstrijd waar ik aan deelneem. Um, want je hebt binnen het Freestyle ge... je Big air, sloopstal en halfpipe. Ik doe de big air en de slopestyle mee. In de halfpipe weet je dat er nog een Ameri ja, half Amerikaan, half Italiaan is, die, um, die ouder is dan mij. Um, maar in mijn, in mijn wedstrijddiscipline, daar ben ik de oudste. Ja, weet en tijdens de Olympische Winterspelen volg je dan ook, dat ook. Dan zie je dat de nieuwe hypes soms 15, 16 uh, jaar zijn. In yep. um, welk perspectief plaats je daar? Je hebt net gezegd dat je op het mooiste beroep dat er is van mijn hobby een beroep kunnen maken. Ik denk dat er heel veel mensen super mooi is. Hoe lang wil je nog doorgaan? Heb je daar een zicht op? Zolang mogelijk waarschijnlijk? Ja, inderdaad. Zolang mogelijk. Maar daar zijn wel een paar, uh, een paar belangrijke normen aan. Het is van, ik moet er plezier in hebben. Um, ik, moet, uh, ja, ik moet het niet beginnen uitmelken. Zeggen van: oké, okay, ja, um, ik, wil, ik wil nog um, zo lang mogelijk kunnen genieten van de steun die ik kan krijgen. en zo. Nee, dat, dat soort dingen wil ik eigenlijk. Zoveel mogelijk vermijden. Ik wil gewoon echt, op het moment dat ik zelf voel van het gaat niet meer, um, ik wil niet meer, dan zet ik er een punt achter. Um, maar momenteel, ik heb afgelopen winter eigenlijk nog een paar nieuwe tricks geleerd. Um, wat, uh, wat ik heel trots op ben. Um, dus ik heb het gevoel dat er nog meer, nog meer in zit. Um, ik voel wel van, ja, het duurt langer voor mij om nieuwe tricks te leren. Als je jong bent, dat is gewoon... Oké, okay, ik probeer een keer vallen, opstaan, opnieuw proberen. Bij mij is dat heel lang nadenken, proberen heel goed te visualiseren. En als je, een, als je een keer zwaar valt, dan is dat een minuutje blijven liggen, zien we dat je alles nog kunt bewegen, een week stijf zijn van die val, en dan er denken van, oeh, ik moet dat weer opnieuw proberen. <laughs> dus de, de, de drempels zijn wel wat groter geworden. Dus ik leer minder snel en minder dingen bij dan die jonge generatie. Um, maar anderzijds heb ik ook op wedstrijden wel mijn... Uh, mijn wedstrijdervaring kan een beetje kan helpen om, uh, om strategisch wedstrijden te doen en zo. Um, dus het heeft wel voor- en nadelen om, om beouder te zijn. Um, maar die nadelen gaan meer en meer beginnen doorwegen, uiteraard. Um, dus da daar ga ik het een beetje van afhangen wanneer dat die de overmacht gaan nemen en wanneer dat ik die kaal ga maken. Uh, maar momenteel ben ik nog volop in voorbereidingstraject voor uh, de volgende Olympische Winterspelen die uh, in 2026 in Milaan gaan plaatsvinden. Um, dus daar wil Zolang je ik... er plezier in blijft houden, is er daar... ook geen reden om er uh, mee te gaan. Nee, komen. dus ik ben daar nog volop voor aan het vechten. Um, om, daar, uh, om daar te staan en daar een mooi resultaat te halen. Um, maar ja, niks is zeker. In het veel dingen kunnen snel veranderen. Ook, uh, ik heb al de nodige blessures gehad, dus ik probeer het wel uh, keihard te vermijden. Um, ik heb eigenlijk nu, afgelopen winterseizoen is mijn eerste uh, het seizoen in zes jaar tijd dat ik zonder blessures ben doorgekomen. Dus ik ben een beetje trots op mezelf om dat te kunnen zeggen. Uh, dus ja, ai, een beetje zien hoe dat allemaal loopt. Uh, momenteel nog, nog volop ervoor gaan. En dan uh, ja, denk ik dat na 2026, als ik die winterspel heb kunnen meedoen, dat 2030, dat... ik Kan nog niet nee zeggen, maar het is echt wel, uh, dat is wel heel ver om na te denken. Ja, ja en misschien is het ook niet nodig om daar nu al zo lang over uh, naar nee, zo zo uit, uit te zo, kijken. Zelfs 2026 is vaak al ver vooruit, denken voor mij, omdat er op ja, drie jaar tijd kan er zoveel veranderen. Um, maar je moet wel een beetje een toekomstvisie hebben. Um, maar ik snowboard ook niet mee de Olympische Spelen enkel in mijn, in mijn hoofd. Er zijn zoveel andere wedstrijden die voor mij belangrijk zijn. Um, en voor mij het belangrijkste is gewoon zolang dat ik er plezier in blijf hebben. Dan, dan blijf ik het doen. Um, dat sinds dag 1 is dat voor mij de number one priority voor mij mm. geweest is. Snowboarden moet leuk zijn. Um, en ik denk dat dat in veel van die extreme sporten is dat dat, dat heel belangrijk is om dat plezier te hebben, omdat we moeten wel veel risico's nemen um, om nieuwe dingen te leren. En als je geen plezier hebt, dan gaat je die risico's gewoon niet nemen. Mm. Dan is dat veel moeilijker. Wat wat geeft een goede snowboarder nodig? Als ik jou een beetje hoor vertellen, heb ik wel een, wel een, een idee. Maar wat is volgens jou iets wat een goede snowboard nodig heeft? Ja, het is doorheen de jaren zeker wel wat geëvolueerd. Waar dat snowboard is heen gegaan. Vroeger was dat veel losbondiger, het snowboarden. Het is een veel professionelere sport geworden. Dus tegenwoordig heb je zeker wel de steun nodig van die van federatie. Het, ja, Financieel is er wel. Zeker een drempel dat je een minimum moet, moet, uh, moet krijgen van steun. Oftewel vanuit persoonlijke sponsors of, of vanuit een federatie die je ondersteunt. Of je moet echt ouders hebben die uh, mega loaded zijn en die uh, je alles kunnen betalen. Zo, zo ken ik er ook een paar die aan uh, het snowboarden zitten. Um, ja. Dus dat, dat is zeker wel iets wat, uh, wat uh, ja, een basis is om te hebben. Zeker komende vanuit België. Ja, het is geen gemakkelijke instapsport. Nee, het is, het is niet de gemakkelijkste... Ik denk, denk dat iemand dat totaal niet bezig is, dat ouders nooit bezig zijn geweest met wintersport, uh, die, die ook totaal geen budgetten hebben, daar, daar wordt het wel moeilijker om, om in snowboarden echt uh, door te breken. Gelukkig is er wel tegenwoordig vanuit Sneersport Vlaanderen, van de federatie, is er wel een, een redelijk goed stappenplan, wat daar gevolgd kan worden door, door jonge opkomende talenten. Ik denk dat er talent scouting begint tegenwoordig vanaf, vanaf tien jaar oud al. Uh, en dat dan echt een traject om tot aan de top te geraken, dat dat heel, helemaal is uitgestippeld met financiële steun, met trainingen en zo allemaal. Ja. Um, en, en los daarnaast, als ik alles hoor, als ik, als ik het volg, dan mag je toch absoluut geen schrik hebben van. Nu uh... wel. Toch wel? Ben zo Ik heb, heb regelmatig van... nog schrik, okay. um, Maar er is, een, er is een drempel waarin dat je eigenlijk angst kunt omzetten in adrenaline. Um, en dat is iets wat je wel moet leren. En als je jong bent, kun je. Is die drempel iets groter, dan kun je vaak wel iets meer angst omzetten in de adrenaline. En als je ouder wordt dan door alle ervaring dat je hebt gehad, is dat soms iets moeilijker om te doen. Maar dan komt die ervaring weer erbij, die visualisatie dat je hebt geleerd door in de jaren, dat ook helpt om jezelf op je gemak te stellen bij angsten. Um, en die angst om te zetten in adrenaline. Want adrenaline zorgt ervoor dat je heel gefocust bent. Ja. Um, en dat is iets wat heel cruciaal is. Als je nieuwe dingen gaat leren, is dat je heel gefocust bent. Um, en dan is er een bepaalde drempel dat vanaf dat je te veel angst hebt, dan gaat je negatief beginnen denken. En als je te negatief denkt, dan gaan er negatieve dingen gebeuren ook. Ja. Dus je moet eigenlijk je angst omzetten in focus, adrenaline en positieve gedachten om iets tot een goed einde te brengen. Maar als je te veel schrik hebt, dan gaat dat het negatieve overnemen. En dan, ge, dan, moet je ook, dan moet je dan wel leren van okay, waar ligt die grens van positief-negatief. Um, als je meer naar positieve leunt, kun je proberen. Als je meer naar negatieve leunt, dan. Je kunt je best even wachten en ja, de volgende dag nog eens proberen om, of dat dan in je hoofd beter lukt. Ja, oké, okay, ja, super, uh, super interessant om, uh, om te horen. Um, je hebt ondertussen een carrière van een goede, als ik een goed, beetje reken van 12, 13 jaar dat je professioneel ermee bezig bent. Als je daar voor jezelf één momentje mag, mag uithalen, dan denk ik van dit is voor mij iets die ik enorm koester. Dit is iets in mijn carrière of mijn hele carrière of, of wat het snowboard een beetje definieert. Heb je, je zo'n verhaal? Um, goh, ik, heb wel, ik heb veel verhalen. Um, uiteraard, ja, zo wereldkampioen worden zijn echt wel heel mooie momenten. Voor mij, de tweede keer wereldkampioen, gaat wel de meest memorabele van de twee zijn. Um, dat dat echt wel een heel grote wedstrijd was. Uh, ik heb daar ook echt een heel goede run neergezet. En ook vooral omdat ik tijdens de trainingsochtend voor de finale ben kaart gevallen. Ja. Um, zoals ik zei, vanaf straks één minuut blijven liggen. Toen ben ik echt wel vijf minuten blijven liggen dat ik eigenlijk plat op mijn rug op een ijsplaat ben neergekomen. Um, dus dan heb ik al redelijk veel moeite gehad om die wedstrijd nog, zelfs nog te kunnen, te kunnen afwerken. En om dan eigenlijk met die wedstrijd dan het beste aan mezelf nog te kunnen laten zien, gaf wel een, gaf wel een heel speciaal gevoel. Um, mijn ander moment is zeker wel toen dat ik, zoals ik straks zei, die Ernst Stahl rookie challenge daar, toen ik die heb gewonnen, was mijn een trick die ik nog nooit eerder had gedaan. Dat heb ik gewoon tijdens de wedstrijd geprobeerd en ik heb die toen kunnen landen, wat dat echt een, een Crazy moment was om dat, om dat te kunnen doen. Um, en daar stond ook. En wanneer wanneer beslist hij dan in die wedstrijd gaan we doen? Um, ik heb die tijdens de training één keer geprobeerd. Ik heb die niet geland. En ik was elke andere trick altijd aan het proberen en die, die lukte maar niet. Um, en dan dacht ik, ja, ik ga gewoon eigenlijk nog een 18, een halve draai meer doen. Uh, misschien komt dat wel uit. En ik heb dat dan geprobeerd met de training. Ik kwam mijn voeten terecht en dan dacht ik zo: Oh, dat lukt. En dan ben ik gewoon gaan zitten en was ik zo van. Ah. Het is juist gewoon echt geprobeerd tijdens de wedstrijd en gewoon direct aan de eerste keer geland. En daar stond toen meer dan 15.000 man aan publiek. <laughs> ik als jong snotter van, uh, van 19 jaar, zo 15.000 man, dat staat te schreeuwen voor u. Want dat is in Innsbruck, dat is echt een, dat is een wintersportstad. Iedereen was daar echt voor, voor die wedstrijd te komen kijken. Dat is echt insane, dat gevoel. Dus dat was zo de eerste keer ooit dat ik zo echt die... Die walm meemaakte van, van ja, adrenaline, van op een wedstrijd zo'n zotte zo trick te kunnen landen uh, met zo'n groot publiek. Dat was wel, wel cool. Dat heb ik daarna ook nog wel eens meegemaakt in, in Antwerpen. We hebben, we hebben in 2012 een snowboardwedstrijd gedaan, een wereldbekerwedstrijd in Antwerpen. Um, dus dat was voor thuispubliek springen. Ja. Dat is de eerste en enige keer ooit dat ik dat heb kunnen doen, ja. om echt voor een thuispubliek te springen. Um, Daarnaast heb ik ook wel wat creatieve dingen gedaan in het snowboard. Voor mij draait snowboarden om nog meer dan puur, puur wedstrijden, resultaten, trainingen en zo. Voor mij is dat een passie. En ik probeer die passie ook wel te delen met, met andere mensen. Um, en de schoonheid van snowboard te laten zien. Um, en ook ja, de schoonheid van de bergen en zo. Dus ik heb. Uh, ik heb afgelopen jaar heb ik ook, uh, ben ik op het einde van de winter samen met, met mijn Belgische vrienden zijn naar het noorden van Noorwegen gereden met twee, met twee campers. Mm -hmm. um, om daar dan drie weken lang te gaan rondtrekken en bergen te gaan beklimmen. En naar beneden snowboarden. Dus dat was eigenlijk ook echt een, een prachtige trip. We zaten in de middle of nowhere, waar dat, ja, kwam daar meer rendieren dan mensen tegen per dag. En gewoon ja, bergen beklimmen, waar. Dat, ja, wie weet, misschien is er nog nooit iemand boven geweest, misschien al wel, maar op het moment dat wij daar boven waren, was daar niemand boven, in ieder geval. En ja, dat staat heel ver van de 17.000 mensen ja. die ecstatisch die ja. worden wanneer je de nieuwe truc doet, de ja. competitie. Dat is een heel lifestyle verhaal en het zijn die twee die waarschijnlijk. Ja, dus gewoon, ja, je kiest zelf 100% wat je doet daar. Um, dat is gewoon eigenlijk, ze noemen dat Draw Your Online. Dat is echt gewoon, je kijkt naar een berg en je beeldt je in van, oké. Okay, daar, daar wil ik een lijn zetten. En dan als je beneden staat, dan zie je je lijn staan dat je naar beneden net gesnoeid wordt. En dat, is wel, dat zijn ook wel echt magische momenten. zoiets. We hebben toen één uh, dag zelfs uh, redelijk veel slecht weer gehad. En dan toen we eindelijk een dag goed weer, weer hadden, omdat we ver in het noorden zaten, hadden we eigenlijk geen nachten meer. Dus bleef daar eigenlijk licht s'nachts. En dan zijn we om twee uur in de namiddag beginnen snowboarden. En dat begon op te klaren. En dan hebben we tot acht uur s ochtends gesnowboard. Non-stop. Dat, uh, dat was echt crazy. Uh, met een paar Red Bulls wel in ons lijf te gieten. We hebben we het kunnen volhouden. Maar uh, ja, dat was echt dat was magisch. Gewoon ja, om middernacht eigenlijk nog blijven snowboarden. Uh, we hebben toen dat was 2700 of 2800 hoogtemeters, effectief ja, omhoog gewandeld. En terug ja. naar beneden gesnowboard. Op een goede 16, 18 uur tijd. Dat was, uh, dat was echt uh, ja, zo'n die momenten dat je ook nooit gaat vergeten. Ja. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw tijd, voor jouw verhaal te vertellen. Mm -hmm. Ik hoop dat je het nog zo lang mogelijk kan doen, want dat jou enorm veel plezier gaat. Uh, dat gaat geen probleem zijn.